Hoe kan je je huis isoleren en hoeveel geld ga je dan eigenlijk besparen? Je huis isoleren is een goede zaak, want het levert geld op. Maar waar moet je beginnen? En wat is de terugverdientijd? Die vraag en hoe het bijvoorbeeld in 2020 nog zit met SEEH-subsidie... gaan we helemaal beantwoorden hierna. Plus aan het eind nog een paar links naar interessante websites. Ik ben Theo Heus en makelaar bij Digimakelaars.nl. De Makelaar van Nederland. We werken voor een laag vast tarief, zonder verrassingen. Hoe we dat doen? Kijk dan eens op www.digimakelaars.nl. Iedere week op donderdag plaatsen we nieuwe video's over wonen in je eigen huis. En wil jij op de hoogte blijven? Abonneer je dan hieronder op ons kanaal en klik op de bel. Dan krijg je bericht als we weer wat nieuws hebben staan. Je huis isoleren is een kwestie van plannen. En het is in ieder geval een goed idee om eerst te isoleren voordat je bijvoorbeeld een andere ketel of warmtepomp gaat aanschaffen. Begin bij de basis. Scan je huis van boven naar beneden en kijk even of er misschien al iets geïsoleerd is. Een allereerste begin kun je al maken door kieren te dichten van ramen en deuren, de verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimtes te isoleren en radiatorfolie aan te brengen tegen de buitenmuren. Op het isoleren van je huis is subsidie mogelijk. En kijk naar deze video voor alle informatie. En onder deze video in de toelichting heb ik links naar onze blogs over allerlei vormen van isolatie. En dan kun je per onderdeel nog eens een keertje rustig nalezen. Isoleren geeft jou ook een beter energielabel en daar maak ik binnenkort nog even een video over. Want bij het energielabel gaat komend jaar het een en ander veranderen. En ik zal ook nog wat in deze video over terugverdientijden vertellen. Die zijn dus bruto, waarmee ik bedoel dat je meestal sneller terugverdient als je gebruik maakt van alle subsidiemogelijkheden. Het dak en je buitenmuren isoleren leveren je het meeste rendement op en die heb je dus het snelst terugverdiend. Je begint bij het dak. Bovenaan, dakisolatie kost gemiddeld zo'n 4000 euro en levert je per jaar dik 500 euro aan besparing op. Heb je een plat dak? Dan isoleer je dat het beste aan de buitenkant. Wat dan wel betekent dat je een nieuwe dakbedekking moet aanbrengen. En ja, het dak wordt dan dikker, dus je moet even kijken naar de dakranden en de uitlopen of het allemaal nog wel past. Je krijgt dan een zogenaamd warm dak, en dat heeft een groot voordeel dat je geen condensproblemen aan de binnenkant krijgt. Heb je schuin dak? Dan is de vraag of je zolder bewoond is of dat je de belangrijke spullen bewaart. Dan moet je het dak isoleren. En is het een vliering of kom je zeldzaam op die zolder? Dan kun je de zoldervloer isoleren. Ook bij een schuindak kunnen veel kieren gedicht worden. Bijvoorbeeld waar het dak op de muurplaat rust. Dus dat is de balk op de muur, helemaal onder in de hoek. Maar ook het dak doorvoeren van de ventilatie, de CV-ketel enzovoort kunnen geïsoleerd worden. Bij isolatie van het schuine dak aan de binnenkant moet je zorgen dat het goed gebeurt met een goede damprem folie aan de binnenkant. Steenwol of glaswol zijn prima materialen en die zijn ook makkelijk hanteerbaar. Vervolgens kom je bij de buitenmuren. Muren isoleren kost 1000 tot 1500 euro en levert je ongeveer 300 euro per jaar aan besparing op. En zijn het spouwmuren zonder isolatie, dan kun je ze laten na-isoleren voor een paar tientjes per vierkante meter. En zijn ze jaren geleden al eens een keer nageïsoleerd, dan loont het misschien de moeite om te checken of die isolatie nog wel goed zit. Spouwmuurisolatie verdien je binnen 3 tot 4 jaar terug. Heb je geen spouwmuren, maar bijvoorbeeld steense muren in een heel oud huis? Ja, dan kun je die muren van binnen of van buiten laten isoleren. Net als bij het dak is de buitenkant dan het beste. Maar dat komt niet altijd goed uit als je huis bijvoorbeeld in een rij staat of de overstek is niet diep genoeg. Binnen isoleren kan ook heel goed. Er zijn namelijk prachtige isolatiematerialen te koop, zoals pirplaten waar al een gipsplaat op zit. En dan kun je aan de binnenkant je muur helemaal aftimmeren en gelijk afwerken met stukwerk. Vervolgens kijk je naar de vloer. De vloer isoleren kost gemiddeld 1500 euro. En dat levert je per jaar een dikke 150 euro op. Dus bijna 10 jaar terugverdientijd. Dat lijkt lang, maar vloerisolatie geeft een enorme extra behagelijkheid. En dat is toch ook lekker? Heb je een kruipruimte? Dan is er ook nogal wat te winnen misschien. En bij een houten vloer kun je overwegen om de hele vloer te verwijderen en een nieuwe geïsoleerde betonvloer met vloerverwarming aan te laten brengen. Maar ook onder de houten vloer kun je prima isoleren. En is er een ongeïsoleerde betonvloer met een kruipruimte? Dan kun je die in de kruipruimte ook isoleren. Is er geen kruipruimte? Ja, dan moet je de isolatie op de vloer leggen. Dat kan ook. Maar dan moet je wel rekening houden met de hoogte van de dorpels en de deuren. En als laatste kijken we naar de ramen. Dubbelglas erin dus, of zelfs trippelglas is mogelijk. De investering van gemiddeld 3000 euro verdien je binnen zo'n jaartje of 12 terug. Maar ook daar geldt extra behagelijkheid als groot voordeel. Je hebt geen koude valwind in je nek, ah, je merkt het direct. Dubbelglas plaatsen kan niet in alle kozijnen en daarom is het moeilijk om de juiste kosten vooraf in te schatten. Nou, Als je dat allemaal al beet gepakt, dan ben je klaar voor de toekomst. En dan kun je gaan nadenken over alternatieve vormen van verwarming. Zoals bijvoorbeeld een warmtepomp. Vergeet bij al die maatregelen niet om te blijven ventileren. Een goede ventilatie houdt de luchtvochtigheid op peil. Is goed voor jouw gezondheid en is ook goed voor het functioneren van alle isolatiemaatregelen. Wil je meer weten? Ga naar de site van milieucentraal.nl. Daar vind je enorm veel informatie over duurzaamheid. En ook leuk: op verbeterjehuis.nl kun je een check doen en krijg je advies over hoe je jouw huis duurzamer kan maken. Oh ja, en lees die blogs. Alle links staan hieronder de video. En vond jij het interessant? Geef die video dan een like en deel hem met je vrienden. Abonneer je hieronder op ons kanaal, klik op de bel en je krijgt een bericht als er weer een nieuwe video voor je klaarstaat. Dag!